Het album gaat ook half februari verschijnen. Dat is het, Luister heet het hele album. Maar nu dus Vallende Sterren, Nick en Simon. Je wordt door de bekker gestoord. Laat jou dat dan weer houden van het geloof dat je droom wordt verhoord. Begin deze dag niet zo teleurgesteld, maar onthoud dan juist goed wat de nacht heeft verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. Jij ziet ze graag, alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Als de krant van vandaag die van morgen zou zijn, zou jij dan die krant openslaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen doorgaan. Maar wees dan vandaag niet zo teleurgesteld, omdat de kranten van morgen je hebben verteld. Om wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. Jij ziet ze gaan, alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Jij kunt niet leven zonder mens, want je bent. Alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Die weer doven in het licht van de maan. Vallende Sterren, Nick en Simon. En Nick en Simon schuiven nu aan tafel. Want ja, zij gaan natuurlijk meedoen om dit interview ergens heen te laten gaan. Even voordat we dat gaan doen, er zitten twee dames hier vooraan. Daar staat op hun t-shirt Simon Lekker Ding. Wil ik even naar deze dames toe. Vinden jullie dat niet? Vinden jullie dat niet, zelf niet een beetje raar? Want het is toch helemaal niet leuk voor Nick? Nee, maar we vinden Nick ook een lekker ding. Ja. Wat zeg je? We vinden Nick ook een lekker ding. Maar waarom staat er dan alleen maar Simon? Dat staat achterop, denk ik. Nee. Dat is heel slecht voor het teamgevoel. Wat zeg je? Dat moet nog komen. Ja, dat moet. Oh, die ben je nog aan het maken. Dat kan ook. Nee, maar ja, het kan me wel helemaal vinden in de meisjes. Want ik bedoel, als er nou, dit is toch het toonbeeld hoe mooi een Nederlandse man kan zijn. Oh, wat zijn ze schitterend. Dat zijn ze. Ja, vind ik ook. Maar. Hoe leuk ook, was het misschien een leuk idee geweest als zij met dit beeld gewoon een nummer, laten we wel wezen, nou, ik zat net naar Moskou zouden gaan. Nee, nou, ja, volgend jaar. Nee. Wij zijn niet met z'n drieën, hè? Nee. Wordt heel lastig dan. Maar als wij naar Moskou zijn gegaan, wij gaan natuurlijk winnen daar, dan is het in Ahoy in Nederland en dan ga je gewoon voor Nederland weer.
Dat zou zomaar kunnen. Dat zou erg goed zijn. Ja, waarom niet? Nou, als jullie winnen, dan doen wij het. Ja. Kijk uit waar je staat. Hé, ja, je hebt het wel gezegd hier. Je hebt het wel gezegd hier.